President Boutersen heeft dinsdag de overheidswebsite www.deboodschap.today gelanceerd. Dit betekent dat de informatie van de regering nu op een centrale plek op het internet kan worden gehaald. President Boutersen is namelijk van mening dat de regering enorm veel presteert, maar dat de informatie te laat bij de gemeenschap aankomt. De oorzaak was volgens het staatshoofd dat de overheidsinformatie niet goed gestructureerd was. Nu kan de gemeenschap direct geïnformeerd worden over hetgeen de regering doet, benadrukt de president. Naast de algemene informatie zullen diverse ministeries de overheidsnieuwsite voorzien van informatie, zegt Latoya Boetius van het Nationaal Informatie Instituut. Los van de persberichten weten we dat we nu in een tijd zijn waar video's, audio en video, dat, dat meer aanspreekt. Um, je hebt mensen die weinig lezen, het is alleen maar zo. Hoe zorg je ervoor dat die boodschap van jou toch nog aankomt bij deze mensen? Door ervoor te zorgen dat je het gaat verfilmen, of zodanig gaat maken voor of een radioproductie, of gewoon om te gieten, op die website te gooien. Of in dat persbericht met zo'n ondersteunende audiofile, om het zo te zeggen. De video's die staan er. Naast de video's hebben we ook wel de bekendmakingen tap, omdat we weten dat we nu in een situatie zijn beland waar de overheid. Efficiënter om wil gaan met de middelen die dus beschikbaar zijn. En dat wil zeggen, we boycotten de particuliere media niet. We kunnen dat niet durven, omdat ze onze partners zijn. We hebben een hele goede samenwerking met ze. Maar we moeten ook wel gaan kijken hoe gaan we dat geld, dat weinig geld dat we hebben, goed besteden. We kunnen dan niet um, zodanig ver, zo verder gaan om dus op dezelfde manier van adverteren door te gaan. We hebben gezegd, we maken een aparte pagina, zodat we alle bekendmakingen van de ministeries ook daar kwijt kunnen. Als je al nagaat hoeveel het kost, om in de kranten te adverteren en hoeveel mensen het werkelijk bereikt. We hebben dus deze stap al vastgezet. Niet dat we dus gelijk stoppen met het andere, maar we kijken hoe dit precies werkt. En we gaan ook wel een onderzoek verrichten om te kijken komen die bekendmakingen dan werkelijk aan bij de samenleving? Bereik je zo je doel wel? Of zou je toch wel terug moeten gaan naar echt het publiceren in de krant? Dat doen we dus ook. Bovicius zegt verder dat op de overheidswebsite gov.sr algemene informatie over de verschillende ministeries gehaald kan worden, terwijl de boodschap specifiek nieuws brengt. Bovicius beseft dat menigeen kan zeggen dat het een propagandasite van de regering is. Dat is volgens haar niet het geval, omdat simpelweg de ontwikkelingen omtrent het beleid van de regering gepubliceerd zullen worden. Dat wordt soms ook gezien als propaganda, zegt Brits. Als de overheid communiceert met die samenleving, wordt het sowieso al gezien als propaganda. Maar wat ga je anders vertellen dan datgene dat je doet. Het is het beleid dat wordt uitgezet door die regering. En het zijn die 16 ministeries die ondersteuning geven aan datgene dat op een hoger niveau dus bepaald is. Zij voeren dat uit. Dus wanneer je praat over propaganda, waar precies. Praat je over. Je zou die vergelijking niet kunnen maken. Communicatie, het is ook gewoon zo geregeld. Alle voorlichtingsafdelingen zouden mensen dan moeten zien als propaganda-afdelingen van die ministeries. Maar dat is niet zo. Het gaat gewoon om de communicatie, de voorlichting die dus wordt gebracht naar de samenleving toe. La Toya van het Nationaal Informatie Instituut. We spraken haar over de overheidswebsite www.deboodschap.today die president Boutersen dinsdag heeft gelanceerd.